Van de wedstrijd was Aston Beveren standaard Luik. Wedstrijd geëindigd op 0-0. Bij ons uiteraard de coaches. En ik ga beginnen met meneer Ferreira, uit Standaard of van Standaard. Welkom op de Vreetiel. 0-0. Achteraf denk ik dat je hier wel blij mee bent. Omdat we met na 40 minuten met 10 mannen vallen, kan je dan blij zijn natuurlijk met een 0-0 resultaat. Als je ziet dat je toch een paar kansen hebt kunnen creëren in de tweede helft, denk je, misschien zat er iets meer in. Oké, we hebben ook een paar kansjes weggegeven. Maar voor de rest ben ik vooral eerst tevreden over de inspanningen dat we geleverd hebben met 10 mannen. En dan onze laatste actie of onze laatste beslissing in de laatste 30 meter van de tegenstander waren niet goed. En daardoor hebben we niet kunnen scoren, maar twee of drie kansen weggegeven is niet te slecht, vind ik, voor een ploeg die 50 minuten met 10 heeft moeten spelen. Mm-hmm. En die ook drie dagen geleden nog een volledige match heeft gespeeld. Ja. Dus tevreden langs een kant, maar toch ontevreden langs een ander. Ja, hoe heb je bijgestuurd na die uitsluiting? Het was gewoon Badibanga uitgenomen en een nieuwe verdediger, dus Texera, binnen. Het moest zo. Hè. Ik bedoel, we zaten al niet goed in de match voor de uitsluiting. Dus als je niet goed in de match zit, moet je niet gaan proberen van te aanvallen als je met 10 bent. Dus het was vooral alles toedoen en proberen toch tegen te prikken. Toch te prikken in tegenaanval. En het is bijna gelukt, maar jammer genoeg niet. Oké, dankjewel, meneer Ferreira. Stijn Vreven, ook een goede avond uiteraard. De coach van Standaard is achteraf blij met het punt. Bij jou is het misschien net het omgekeerde. Vooraf misschien zou je blij geweest zijn met een punt, maar achteraf toch een beetje zuur gevoel. Goed, op voorhand zijn we nooit blij met een gelijkspel natuurlijk. Hè. En achteraf deze wedstrijd zeker niet. Ik heb alleen een kutgevoel over het resultaat. Ik vind dat wij een zeer degelijke wedstrijd hebben gespeeld, vooral op het gebied van volwassenheid, waar wij dit jaar toch wel alles de boot in zijn meegegaan. Maar ik vond ons ook 11 tegen 11 goed spelen, veel kwaliteit aan de bal, goed positiespel. En dan weet je, als de tegenstander met 10 komt te staan, heb ik in de rust gewaarschuwd. Er zijn wel een aantal addertjes onder het gras. Als je met 10 komt te staan, je denkt dat je een stapje minder kunt doen. De tegenstander gaat er 2 meer doen. Maar ik vind dat mijn spelers dat heel goed hebben opgepikt. Die zijn vol voor de overwinning gegaan. Maar om op dit niveau wedstrijden te beslissen, moet je kansen afmaken. Ik heb toch 3 schoten van binnen de 16 meter, of op de 16 meter gezien, waar wij vrijheid kunnen trappen die niet op de goal gaan. Ja, dan is het natuurlijk lastig. En dan is het inderdaad nog uitkijken voor die ene counter die Falikant kan aflopen. Maar nogmaals, ik vind dat wij een van onze betere wedstrijden hebben gespeeld. Niet tegen het minste club, die toch in de winning mood waren de afgelopen weken. Dus we blijven bij een zuur gevoel achter qua resultaat. Maar we hebben heel veel positiefs gezien waar wij op kunnen verder bouwen. Ja. Hoe hebt u de rode kaart ingeschat? Het was net voor de dugout. Goed, ik moet daar nu geen mening meer over geven. De beslissing is genomen en mijn mening is van geen tellen. Ik bedoel, van mij moet hij ook niet geschorst worden. Hè. Ik denk wel dat het een duidelijke fout was. Ja, en de bal van Gano, die al dan niet over de lijn is gegaan, heb je daar al iets over gehoord na de wedstrijd? Ik hoorde dat hij misschien wel eens binnen zou kunnen geweest zijn. Maar goed, desalniettemin was dat wel een geweldige redding van die keeper. Ja, absoluut. Dat vonden wij allemaal, denk ik. Dankjewel, Stijn Vreven. En ik